in het Wezen de Adel. Ik vind het allemaal hartstikke leuk dat ze nu is gekomen vandaag. En ik begreep van Tina dat het eigenlijk een beetje was naar aanleiding van de audit. Hè? Ja. Omdat er toch nog wel een aantal vragen bleven te leven over medicatie. En Elsbeth die gaat ons straks vooral ook wat meer vertellen over bijwerkingen van medicatie en het hoe en waarom. En nou, ik had een korte introductie om ook een beetje toch wel de verbinding te maken met onze doelgroep eigenlijk. Elsbeth heeft ook een vrij algemeen verhaal wat natuurlijk wel sowieso van toepassing is over medicatie en bijwerkingen. Dan gaan we beginnen, dames en heren. Dankjewel in eerste plaats even voor de uitnodiging dat ik jullie klinische les vanmiddag mag invullen. Dat doe ik ook heel erg graag. En ik had een beetje de vrije hand in de keuze van het onderwerp, maar heb wel uiteraard aan jullie gedacht, waar jullie zelf in de praktijk ook mee te maken hebben. Maar ik heb het toch geprobeerd in eerste instantie een beetje algemeen te houden. En daar ga ik later ook wel wat de diepte in, omdat we het ook gaan hebben over geneesmiddelen die jullie zelf veel in de kliniek toepassen. Maar het onderwerp voor vanmiddag is bijwerkingen van geneesmiddelen. En ik heb even als ondertitel erbij gezet in het bijzonder van antipsychotica. Van geneesmiddelen waar we wat dieper op ingaan en waar we de bijwerkingen wat meer gaan bespreken. Nou, het is een vrij uitgebreid programma vanmiddag om er helemaal doorheen gaan komen. Nou, dat ligt ook een beetje aan jullie, ook een beetje aan mij. Hoe breedsprakig ik ben bij sommige onderwerpen. Nou, dat gaan we straks zien. Maar voor het programma hebben we voor vandaag staan dat we... ik zal een stukje inleiding gaan geven over bijwerkingen. Hoe je ze kunt verdelen, wat we daar precies onder verstaan. De bijwerkingen van antipsychotica komen dus aan bod. Ik heb twee casussen meegenomen die niet specifiek gaan over kinderen of jeugdigen, maar wel een hele wel een psychiatrische component in zich hebben. En daarom toch wel leuk denk ik om hier te bespreken. En ik neem jullie even mee naar de organisatie LARAP, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. En LARAP is een organisatie in Nederland waar je bijwerkingen kunt melden. Daar ga ik straks even wat uitgebreider op in. Het is toch goed om daar even wat mee kennis gemaakt te hebben, denk ik. Even actueel. Dit zijn, want bijwerkingen halen regelmatig ook de landelijke pers, zowel in kranten, maar ook op de televisie zie je dat wel eens voorbij komen. Hier zie je misschien wel drie soorten geneesmiddelen die je misschien wel herkent van televisie of de krant. Linksbovenin de Diane-pil. Helemaal links onderin de Tirax, die zo'n meerdere reden is die in de landelijke media terechtgekomen. En rechts, dat is een oud artikeltje uit de Volkskrant, maar heel regelmatig zie je dat toch weer terugkomen. Dat zijn de antidepressiva in relatie tot agressie. Nou, zonder nu eventjes alvast te verklappen wat het verhaal achter al deze drie plaatjes is, weet een van jullie toevallig... Nou, het verhaal achter een van de drie middelen die hier staan genoemd. Met die agressie? Ja. Volgens mij wel. Ja, de rugzaken toch ook? Ja. Dat er een paar keer volgens mij is gebeurd dat iemand onder invloed van, of na het gebruik van antidepressiva, iemand zelfs gedood heeft ook. Volgens mij een partner of zo. En de achteraf dat ook helemaal niet wilde, zegt te hebben gewild. En dat het in de rechtszaak vervolgens wordt gelinkt aan de medicatie. Nou, dat klopt. Dat is precies zo. We zien dat tegenwoordig eigenlijk steeds vaker in rechtszaken ook terug. Hè, waarbij als er zware delicten zijn gepleegd, als doodslag of moord. Dat er toch eigenlijk altijd nog wordt gekeken naar, zijn er ook geneesmiddelen gebruikt door de potentiële, door de verdachte ook. En dat zien we ook steeds vaker door advocaten aangegrepen worden als mogelijk inzet tot verdediging om zijn cliënt dan eigenlijk vrij te pleiten. Maar goed, dat het enigszins dat het wel een serieus karakter heeft, hè, dat het niet zomaar ergens vandaan komt, dat is ook wel zo. En dat zien we ook in het volgende plaatje even weer terug. Want dit is even een schermafdruk van de website van het LAREP, dus het bijwerkingencentrum in Nederland.
En die zegt ook al in 2014 van dat staat inderdaad, agressie staat in de bijwerking, in bijsluiten van diverse SSRI's. Of althans als mogelijke bijwerking bij kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar. In totaal hebben zij over een periode hebben zij bijna 100 meldingen ontvangen van agressie bij SSRI's. Nou, die zijn ze gaan analyseren. En ja, in een groot aantal gevallen konden ze dat toch wel direct herleiden tot het geneesmiddelgebruik. En ze hebben daarbij het advies gegeven aan de registratieautoriteiten in Nederland van nou, wij geven dit advies mee dat om agressie als bijwerking in de bijsluiter op te nemen. En dat is ook toen zo gebeurd. Dus dit is nu een bekende bijwerking van SSRI's waar je dus alert op moet zijn. Nou, even terug naar die andere middelen. Heel kort, de Diane 35-pil is al heel lang op de markt, maar op een goed moment kwam in Frankrijk kwamen er heel veel meldingen van vrouwen, of jonge vrouwen vooral, die door trombose, eigenlijk stierven ten gevolge van trombose. En waarbij dat terug te voeren was op het gebruik van de Diane 35-pil. Nou, dit is een pil die eigenlijk bedoeld is voor jonge vrouwen die acne hebben. Maar het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een pil die heel geschikt is om als anticonceptiemiddel in te zetten. Dus het werd bij deze vrouwen, ook al was de acne al voorbij, nog langere tijd doorgebruikt als anticonceptiemiddel. Nou, dat gebeurde in Nederland eigenlijk ook heel veel. Maar toen het in Frankrijk zo uitgebreid in de media terecht kwam, toen zetten dat heel veel vrouwen, maar ja, ook verdrietig genoeg ook ouders van patiënten, dat tot denken dat ze van, hey, dat heb ik ook gehad, of dat heeft mijn dochter vroeger ook gehad en die is toen overleden. En hey, is dat toen al, heeft dat misschien wat met elkaar te maken? En toen heeft het later in hele korte tijd heel veel meldingen gekregen. En ja, dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat dat middel van de markt is gehaald en dat het dus nergens in Europa meer verkocht wordt. Dat men het risico op de bijwerking met ook een mogelijk dodelijke afloop veel te groot vond. Nou, Tirax was een heel ander verhaal. Behalve dat T-Rex lange tijd heel slecht verkrijgbaar was, maar dat had niks met de bijwerkingen te maken had, maar daardoor kwam het wel heel veel in de landelijke pers. Was er op een gegeven moment ook een heel groot aantal patiënten die het al jarenlang gebruikten en die gingen ineens over op de T-Rex van een andere fabrikant en die kregen ineens heel veel bijwerkingen. En bijwerking van T-Rex is een middel dat bij een verminderde schildklier wordt gebruikt. En, en het komt heel precies wat de dosering moet zijn. Dat kan soms microgrammen zijn die het verschil kunnen maken. En bij deze vrouwen en mannen zag je terug dat, ja, dat eigenlijk de T-Rex veel sterker werkte dan normaal. Dus dat je zweterigheid en hartkloppingen. Dus eigenlijk allemaal symptomen van een snel werkende schildklier. Nou, dat zijn ze ook die meldingen kwamen allemaal bij later op, zijn ze allemaal gaan analyseren. En dat bleek helemaal niks met het middel zelf te maken te hebben, maar met het feit dat ze dat in een andere verpakking hadden gedaan. Want het zat altijd in een blister of in een potje. En de fabrikant op een gegeven moment besloten van nou, we doen dat niet meer in een potje, we doen dat in een blister verpakking. En een eigenschap van een blister verpakking is dat het heel goed beschermt tegen licht, zonlicht en vocht. Ja, en elke keer als je zo'n potje opendraait, komt er steeds een beetje vocht en zonlicht bij. Ja, en elke keer als dat er weer bij komt, dan neemt de werking weer een klein stukje af. Dus naarmate dat potje verder leeg raakte, dan zat er eigenlijk steeds minder werkzame stof in dat tabletje. Nou, eigenlijk iets heel banaals, hè, want het heeft niks met het geneesmiddel te maken, maar dan werden de bijwerkingen feitelijk veroorzaakt door heel simpel van een andere verpakkingsvorm. Dus zo kan het soms uit onverwachte hoeken komen. Nou, waar het allemaal de aandacht voor bijwerkingen mee begon, dat is deze affaire. En die mag ook met recht een affaire genoemd worden, de Softanon-affaire. Dat speelde zich in de jaren 60, rond 1960. Heeft iemand daar wel eens wat van gehoord? Vast wel eens wat van gezien. Er zijn best wel veel documentaires er zo ook van geweest op televisie. Zullen jullie dan zien dat nog wel eens terug? Ik heb nog gegeven tegen die. Ja, tegen ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen. Ja, ja. Dus je ziet hier inderdaad een babytje zonder armpjes en zonder beentjes. Focodilie wordt dat genoemd. En in Softanon daar zit de stof thalidomide in. En dat werd in 1957
werd dat in Duitsland op de markt gemaakt en gebracht en heel kort daarna eigenlijk al in heel Europa ook op de markt gebracht. En dat door de firma Grünenthal, dat is een Duitse firma, en die heeft het op de markt gebracht. Inderdaad tegen zwangerschapsbraak, misselijkheid tijdens zwangerschap. En het werd ook als slaapmiddel ingezet. En dus het werd om die reden dus eigenlijk door heel veel zwangere vrouwen ook gebruikt. En binnen een paar jaar zag je al dat er plotseling allemaal kinderen met deze verschijnselen geboren werd. Eerste kind zelfs al voordat het middel op de markt gebracht werd. Want er was een werknemer bij Grünenthal die dacht van, hé, dat is een mooi middel, mijn vrouw is misselijk. Ik geef dat vast aan haar. En dan zegt ze even de kleding die deze afwijking had. Nou, eigenlijk al heel snel met die link gelegd en toen, eigenlijk binnen een paar jaar is het middel ook alweer van de markt gehaald. Nou, tegenwoordig, dat verschijnsel noem je teratogeen, want heel veel geneesmiddelen kun je prima tijdens de zwangerschap veilig gebruiken. Maar ook heel veel geneesmiddelen niet, of dan moet je bepaalde voorzorgen nemen, dat je zegt van, nou, u kunt het wel in het derde trimester van de zwangerschap gebruiken, maar niet in het eerste trimester. Of niet vlak voor de bevalling, maar wel prima in de tweede trimester, zeg maar wat. Dus daar kun je per geneesmiddel kun je goed naar kijken. En men maakt tegenwoordig ook altijd goed een afweging van, is het nu belangrijk voor de vrouw dat ze dit gebruikt? En weegt dat op tegen de mogelijke schade die dat voor een ongeboren kind kan veroorzaken? Dus daar wordt nu altijd een hele goede afweging in gemaakt. Maar in die tijd was dat nog helemaal niet zo. Er werd daar helemaal niet rekening mee gehouden met geneesmiddelgebruik, of je nu wel of niet zwanger was. Nou, hier kun je eigenlijk al helemaal niet meer van bijwerking spreken natuurlijk. Dat verschijnsel wat we hier zien, hè, dus dat geneesmiddelen zulke ernstige verschijnselen bij het ongeboren kind veroorzaken, dat noem je teratogeniteit. Hè, dus al geneesmiddel is teratogeen. En er zijn uiteindelijk maar een paar geneesmiddelen van die eigenschap hebben. Dus ik denk dat het ook, de cytostatica, de middelen die bij de behandeling van kanker, de chemotherapie ingezet worden, die zijn eigenlijk zonder uitzondering zijn teratogeen. Omdat die rechtstreeks op de celdeling inwerken. Lithium is eigenlijk ook zo'n middel wat niet tijdens de zwangerschap toegepast moet worden. Maar goed, dit middel dus ook. Tegenwoordig wordt het middel wel weer gebruikt, maar natuurlijk niet voor de indicatie waar ze oorspronkelijk voor werd ingezet. Dat wordt nu bij de ziekte van Kalen. Dus in de bloedkanker wordt het nu toegepast. Maar als je dat als vrouw hebt en je zit in de vruchtbare leeftijd, dan moet je voortdurend zwangerschapstesten doen om uit te sluiten dat je zwanger bent. Nou, dit is eigenlijk wel het startpunt geweest voor aandacht voor bijwerkingen. Wat jullie misschien wel weten is dat als een geneesmiddel op de markt komt, dat al een hele lange weg heeft afgelegd. Soms wel 10 of wel 15 jaar. En men probeert tegenwoordig geneesmiddelen steeds sneller op de markt te krijgen, omdat het aantal geneesmiddelen ook een beetje opdroogt, zoals ze dat noemen tegenwoordig. Dus er komen steeds minder nieuwe geneesmiddelen op de markt. Dus men probeert ook steeds sneller die geneesmiddelen op de markt te krijgen. Maar standaard duurt het wel ongeveer 15 jaar. En dan is het eigenlijk vrij verkrijgbaar. Hè? Dan kan een arts het voorschrijven en dan kan het gebruikt worden. Nou, ik heb hier even stelling opgeschreven. Als een geneesmiddel op de markt verkrijgbaar is, hè, dan noemen ze dat het geregistreerd is. Denken jullie dat het dan per definitie een veilig geneesmiddel is? Of misschien toch niet? Misschien wil ik dat even toelichten. Wie wil er wat over zeggen? Ik heb geen idee. Ik hoop van wel. Ja, je hoopt denk ik wel op het eerste. Hè? Ja, maar ik denk het twee. Ja. Twee ben ik bang. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Je kunt niet zeggen dat als een geneesmiddel op de markt komt, dat je zonder meer te maken hebt met een veilig geneesmiddel. En dat heeft eigenlijk met het volgende te maken. Het plaatje nog wat beter zien. Hier op dat linker plaatje zie je een vrouw van begin 20 of zo, midden 20.
ziet er op het oog gezond uit, even los van alle draadjes. Maar ze zijn nog wel een beetje blij. Maar wat je ziet is dat als geneesmiddelen uitgetest worden, heeft het een hele lange weg te gaan. Het begint in laboratoriumonderzoek, dan wordt het op proefdieren onderzocht, dan wordt het in een hele kleine groep vrijwilligers onderzocht. En uiteindelijk gaan we dat eens onderzoeken in een hele geselecteerde groep van patiënten. Die aan allerlei criteria moeten voldoen voordat ze überhaupt mee mogen doen. Dus je mag bijvoorbeeld maar heel weinig geneesmiddelen daarnaast gebruiken. Soms mag je niet roken of je moet dan helemaal niet zwanger zijn. Zo zijn er nog wel wat meer. Maar in de werkelijke populatie zien we natuurlijk heel wat anders. Zien we vaak dat het ouderen zijn die die geneesmiddelen gebruiken, die vaak nog vele andere ziektes erbij hebben, die heel veel andere geneesmiddelen gebruiken. Vaak mensen die van wie de lever- en de nierfunctie soms al wat achteruit is gegaan. Dus een onvergelijkbare groep mensen die het in de praktijk gebruiken als je het vergelijkt met hoe het in de onderzoekssetting gebruikt wordt. En ja, dat maakt eigenlijk dat die kloof daartussen zo groot is, dat er als het eenmaal op de markt is, er toch nog allerlei onvoorspelbare dingen aan het licht kunnen komen. Dit is niet zo heel goed zichtbaar volgens mij, maar dit geeft een beetje weer wat er in zo'n onderzoek gebeurt. Hè. Dat noemen ze een clinical trial of een klinische trial. En het doorloopt dus een paar fasen, waarbij je uiteindelijk maar een paar moleculen gaat overhouden die je gaat onderzoeken. En waarbij de groep van mensen in wie het onderzoekt ook steeds kleiner gaat worden. En dan komt het ineens op de markt. En dan gaat een hele grote groep mensen gaan het onderzoeken. Maar dan is er eigenlijk nog een soort onderzoeksfase die start. Dat noemen ze een fase 4 van het onderzoek. Hè. Dus feitelijk is dat op de markt. En dat noem je een post-marketing surveillance. Waarbij je zegt, als het eenmaal op de markt is, dan is eigenlijk iedereen een beetje onderzoeker. Hè. De patiënt is een onderzoeker. De arts die de patiënt behandelt is een onderzoeker. De apotheker die de patiënt begeleidt bij het geneesmiddel gebruiken is een beetje een onderzoeker. En dat betekent eigenlijk dat je, als een geneesmiddel nog net op de markt is, dat je dan extra alert met elkaar moet zijn op het eventueel ontstaan van bijwerkingen. En daar ook extra aandacht moet geven in het uitvragen bij de patiënt. Daar ook extra aandacht moet geven dat als de patiënt daar opmerkelijke dingen in zegt, dat je dat ook ergens gaat melden. En dat ergens melden, dat zou dus bijvoorbeeld het LARP kunnen zijn. Dus, en daar zijn we ons niet altijd helemaal bewust van, dat we zelf daar ook een rol in hebben. Maar dit is eigenlijk best wel een hele belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel steeds veiliger gebruikt kan gaan worden. Dat het best wel een probleem is in Nederland, dat weten we al langere tijd, nu ongeveer een jaar of 10. En heel toevallig is het vorige week ook weer in het nieuws gekomen, dat laat ik straks eventjes zien. Maar in Nederland is een heel belangrijk onderzoek geweest, alweer 10 jaar geleden, dat noemen ze het HARM-onderzoek. Heeft eigenlijk best heel veel impact gehad, want dat onderzoek liet eigenlijk zien dat er nogal wat mensen opgenomen worden in het ziekenhuis, zowel oudere mensen als jongere mensen, waarbij de opname direct het gevolg is van het geneesmiddelengebruik. En dat kan zijn doordat er een fout is gemaakt in het geneesmiddelengebruik. Hè. Iemand heeft per ongeluk langere tijd de dubbele dosis ingenomen. Of heeft het gebruikt in combinatie met de andere geneesmiddelen. En daar is eigenlijk niemand heeft daar op gelet dat dat allemaal wel veilig was. En waardoor bijwerkingen eerder optraden. Of doordat de patiënt ziek werd. En waardoor de bijwerkingen, of de werking en dus ook de bijwerking van geneesmiddelen versterkt werden. In het onderzoek zijn maar liefst meer dan 40.000 geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar gemeten. En de helft daarvan was eigenlijk wel te voorkomen als we dan met z'n allen een beetje beter op gelet hadden. Met name dat feit dat de helft vermijdbaar was, zoals ze dat dan noemen, dat het met name veel aandacht had. Maar dat betekent dus ook dat je geld kunt besparen. Hè? Dus dat we behalve een heleboel leed, daarmee door ook in Nederland een heleboel kosten hebben gemaakt die niet echt nodig waren. Dat staat misschien niet bij jou als patiënt en bij ons als zorgverlener als eerste
dat is niet de hoogste prioriteit, maar ja, dat, als we daar wat in kunnen betekenen, is dat natuurlijk al mooi meegenomen. Dat het anno nu eigenlijk niet heel veel beter is, dat stond vorige week nog. Was dat het journaal? Nou, dat is ook al in de krant is dat teruggekomen. Het plaatje is denk ik een beetje donker, hè? Maar het is een afbeelding van een medewerker met een oudere dame op de achtergrond. Een medewerker die zet de medicatie uit voor de patiënt. En dit artikel zegt van, er worden steeds meer mensen in het ziekenhuis opgenomen. En ja, als je het vergelijkt met 2006, ondanks dat er ongelooflijk veel aan inspanningen is gedaan in Nederland en dat we allemaal richtlijnen hebben gemaakt om te voorkomen dat dit soort problemen ontstaan, en dat we daar meer alert op zijn, dat we die patiënten veel beter in beeld hebben bij wie mogelijk problemen kunnen ontstaan waardoor ze in het ziekenhuis zouden komen, is eigenlijk al nu het probleem best nog wel groot. En is het niet afgenomen, eerder toegenomen. En het sinds zelfs de afgelopen 5 jaar is het met een kwart toegenomen. Tot nu wel iets van 65.000 opnames per jaar. Dus veel meer nog in 2006. Die te maken hebben met geneesmiddelengebruik. En ik zie dat ook elke dag terug in het ziekenhuis. Elke dag worden dus mensen opgenomen in het ziekenhuis. Die niet altijd een fout of wat dan ook bijwerk, maar waar de geneesmiddelen toch de oorzaken van zijn dat mensen in het ziekenhuis belanden. Dus het is echt wel een groot probleem. Mag ik een vraag stellen? Ja, graag. Kun je dan misschien ook stellen dat er meer medicijnen worden gebruikt? Nou, dat is een goede vraag die je stelt, want daar moet je natuurlijk, ik ben er een beetje makkelijk aan voorbij gegaan, maar de onderzoekers hebben zich natuurlijk ook afgevraagd, hoe kan het nou dat ondanks al die inspanningen die we verrichten, dat het probleem eigenlijk niet minder is geworden. Maar een belangrijke verklaring voor die toename is inderdaad dat er steeds meer geneesmiddelen door mensen gebruikt worden. En dat die groep mensen die steeds meer middelen gebruiken ook steeds ouder wordt. En dus de vergrijzing is eigenlijk de oorzaak van. Ja. En dat noem je polyfarmacie, hè? Dus dat er meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruikt worden. Nou, polyfarmacie en ouderen, dat is eigenlijk geen goede combinatie als je het hebt over veiligheid en risico op bijwerking. Dus het is eigenlijk direct toe te schrijven op het feit dat we steeds ouder bij elkaar worden en dus daardoor steeds meer ziektes hebben en steeds meer geneesmiddelen. Ja. Nou, de middelen die je eigenlijk terugziet, voor jullie als directe zorgverlener misschien niet de interessantste middelen, maar dat zijn de pijnstillers. Ja, dus de middelen als diclofenac en ibuprofen, die hebben altijd heel veel problemen gegeven, worden op zeer grote schaal gebruikt. En dat zijn middelen die problemen geven, middelen die op de diurese inwerken, hè, dus met name bij ouderen, dus de plaspillen noemen ze dat dan. Hè, dus met mensen uitgedroogd in het ziekenhuis terechtkomen. En de derde groep is de groep van bloedverdunners. Dus waar mensen net even over het randje heen gaan en met een bloeding dan opgenomen worden. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie middelen van die we tegenkomen. Nou, eventjes, wat is nou precies een bijwerking? Want ik heb een hele lange introductie gehad, maar daar zit ook een definitie aan vast van wat is dat nou precies eigenlijk? Een bijwerking hoeft op zich voor niet altijd per se een probleem te zijn. Dus dat is... De werkelijke definitie is die hier helemaal bovenaan staat. En dat is dat een bijwerking is een schadelijk of een onbedoeld effect dat optreedt bij de toepassing van een geneesmiddel in een gebruikelijke dosering. Dus niet als je uitgaat van een overdosering, dus een gebruikelijke dosering. Die je voor het voorkomen of diagnostiseren of behandelen van de ziekte toepast. Dus je hebt het ervan dat het zijn normale doseringen, iets wat dus je doseert niet over. En dan kan er een bijwerking ontstaan. En dan is op dat moment is dat in principe een onbedoelde situatie. Nou, een bijwerking hoeft natuurlijk helemaal niet altijd schadelijk te zijn. En je hoeft er ook niet altijd last van te hebben. En zeker als dat in verhouding staat tot de werking, dan zijn dat vaak bijwerkingen die vinden we vaak heel acceptabel. Maar goed, als zo laat die bijwerking erger is dan de kwaal, ja, dan is het uit balans. En dan is dat eigenlijk altijd de reden om daar maatregelen op te nemen. Wat we bij sommige geneesmiddelen zien, is dat die bijwerking ook zelfs nog wel juist de werking kan zijn. Hè? Soms draai je dat ook om, dat zal ik je straks even laten zien.
wat we daarbij zien. Even kijken. Nou, er zijn dus eigenlijk twee invalshoeken als je kijkt naar bijwerkingen. Een geneesmiddel die heeft meerdere effecten. En ja, er zitten gewenste effecten bij en ongewenste effecten bij. En die ongewenste effecten die leiden tot bijwerkingen. En ook als je sprake is van een overdosering, heb je eigenlijk in alle gevallen altijd is er sprake van ongewenste effecten. Nou, dat nogal per patiënt verschilt, dat gaf ik eerder ook al eventjes aan. He, dus in de normale populatie van mensen zijn we eigenlijk allemaal verschillend. En dan kan het, de een rood, de ander niet rood. De een gebruikt dagelijks consumeert alcohol en de ander niet. Ook je afkomst of je genetisch je profiel kan bepalend zijn, zeg maar, voor of de bijwerking bij jou eerder kan optreden dan bij een ander. Nou, hoe je lever en nieren werken, die zijn bepalend voor de uitscheiding van geneesmiddelen, die zijn heel erg bepalend voor of er bijwerkingen optreden. Dus als je twee mensen naast elkaar zetten wil, is niet zo gezegd dat de een de bijwerking wel krijgt en de ander niet de bijwerking. En dus dat maakt het ook dat je het eigenlijk heel individueel naar moet kijken. En als je buurman het gehad heeft, wil het helemaal niet zeggen dat jij het gehad hebt en dat je dus het geneesmiddel moet laten staan. Nou, er zijn, ik noemde net al eventjes dat soms ook geneesmiddelen gebruikt worden die bijwerkingen hebben en waarbij eigenlijk de bijwerking juist wordt ingezet als hoofdwerking. Een heel belangrijk voorbeeld daarvan is het middel Viagra. Nou, dat kennen jullie vast wel, dat middel. En Viagra wordt tegenwoordig dat toegepast bij een erectiele dysfunctie bij mannen. Maar daar was het oorspronkelijk helemaal niet voor op de markt gebracht. Want het werkzame stofje wat erin zit, dat is sildenafil heet dat. Dus oorspronkelijk is dat ontwikkeld om in te zetten bij angina pectoris, dus bij pijn in de borst. En toen had dat dus als bijwerking bij heel veel mannen. Ik dacht, dat valt toch wel heel erg op. En toen dacht ik van, maar dat kan ook voor sommige mannen een probleem zijn. Dus we kunnen dat middel ook wel voor die toepassing inzetten. Nou, dat is dus zo wordt het dus soms om twee redenen wordt het gebruikt. En dan is de bijwerking juist eigenlijk de positieve kant ervan. Nou, als je probeert een beetje verdeling te maken van de soorten bijwerkingen die er zijn, dan kun je grofweg alle bijwerkingen van geneesmiddelen in twee groepen verdelen. En eigenlijk een vrij makkelijk onderscheid. Je hebt de type A bijwerkingen en type B bijwerkingen. En type B is eigenlijk een beetje een gekke groep in dat opzicht. Je kunt het een beetje onthouden door B van bizar. Eigenlijk zijn het allemaal wat onvoorspelbare bijwerkingen. En in tegenstelling tot de type A. En de type A die zijn heel voorspelbaar. Die zijn eigenlijk direct herleidbaar tot hoe het geneesmiddel werkt. Het zijn ook geneesmiddelen die heel vaak voorkomen. En als je het geneesmiddel wat begrijpt, hoe het werkt, dan kun je vaak ook heel goed begrijpen wat voor bijwerkingen dat zou kunnen geven. En bijvoorbeeld een middel voor de bloeddruk. Nou, dat verlaagt de bloeddruk. Nou, en als je, dus dat zou ook als risico kunnen hebben dat de bloeddruk te ver doorschiet. Dat noemen we de orthostatische hypotensie. Nou, dat kun je dan ook wel snappen, want dat is eigenlijk wel de werking van het geneesmiddel. Maar ja, als het te erg wordt, dan spreek je van de bijwerking. Net als bij bloedverdunners. Nou, als je daarmee doorschiet in, dat je hebt niet helemaal de juiste dosering te pakken. Of je gebruikt er een geneesmiddel naast die dat de werking van het geneesmiddel versterkt, dan zou de bijwerking een bloeding kunnen zijn. Dat is eigenlijk best wel logisch, want dat is eigenlijk ook de werking van het geneesmiddel. Nou, dat zijn allemaal geneesmiddelen, de bijwerking van kun je heel goed snappen. Want als je de werking van het geneesmiddel snapt, dan snap je de bijwerking eigenlijk ook. En er is ook altijd wel een enige voorspelbaarheid tussen het moment waarop je het gebruikt en wanneer de bijwerking optreedt. Dus bijvoorbeeld als je de dosis verhoogd hebt en daarna treedt de bijwerking op. Nou, dan kun je eigenlijk wel zeker van zijn dat die bijwerking het gevolg is van die dosisverhoging. Dus en dan kan de maatregel zijn van, we gaan de dosering een beetje verlagen weer.
dan is de effect is nog acceptabel, maar de bijwerkingen zijn we in ieder geval zijn weer kwijt. En in alle gevallen geldt dat als je ermee stopt, dan houdt de bijwerking eigenlijk ook op. Start je er weer mee, dan is de kans dat de bijwerking ook weer terugkomt, is ook groot. Dat noem je reproduceerbaar. Nou, het komt heel erg vaak voor. Dus omdat het vaak voorkomt, staat het ook in de bijsluiter. Dus je zult deze bijwerking zul je altijd in de bijsluiter terugzien. Nou, bij de type B bijwerkingen, dus zeg maar de bizarre bijwerkingen, daar is dat een heel ander verhaal. Het zijn vaak hele zeldzame bijwerkingen. Je kunt dat niet herleiden tot de werking van het geneesmiddel. Dus dat komt totaal uit de lucht vallen. Eigenlijk snap je er niks van waarom die bijwerking kan ontstaan. Het kan bij elke dosering ontstaan, dus bij een lage dosering, maar ook bij de hoge dosering. Het kan in het begin van de behandeling ontstaan, maar ook als je er al 6 maanden mee bezig bent. Dus daar, dat zijn eigenlijk wel een beetje enge bijwerkingen, want die kunnen zomaar uit het niets uit de hoogmoed vandaan komen. En ze komen vaak ook niet zo vaak voor. Dus dat betekent ook dat de bekendheid met die bijwerking ook niet zo groot is. Hè? Dus als iemand zegt, ik heb daar toch zo last van, dan zal niet gauw iemand direct zeggen, oh, dat komt daardoor, waarschijnlijk door dat geneesmiddel. Dus daar moet je vaak wel eventjes in de boeken, zeg maar, of op internet speuren om na te gaan of dat zou kunnen, dat het komt door dat geneesmiddel. Nou, over deze middel, en daarom is het zo belangrijk dat als geneesmiddelen net op de markt komen, dat je ze extra goed in de gaten houdt. Dit zijn vaak de geneesmiddelen die pas aan het licht komen als het geneesmiddel onder de markt is. En dit is nou eigenlijk precies de reden waarom een geneesmiddel niet zonder meer veilig is als het op de markt gebracht wordt. Dus ze worden pas eigenlijk heel laat ontdekt en pas later, soms pas jaren nadat het op de markt is, komt het bijvoorbeeld aan het licht en wordt het opgenomen in de bijsluiter van het geneesmiddel. Nou, even een paar voorbeelden van die type A bijwerkingen, die hele voorspelbare bijwerkingen. Nou, haloperidol, een middel dat jullie wel kennen waarschijnlijk, een middel dat in de antipsychoticum. En werkte in, ga ik straks even uitgebreider op in, maar werkte in op de dopamine receptor. En een eigenschap daarvan is dat, behalve dat het effect geeft, dat ook het risico op Parkinson-achtige verschijnselen, de extrapyramidale stoornissen, dus die bewegingsstoornissen, dat die kans ook aanwezig is. En dat is niet zo heel erg raar om te snappen, want de ziekte van Parkinson, daar speelt dopamine daar ook een rol bij. Nou, bij psychotische aandoeningen of bij aandoeningen waarbij antipsychotica in zit, daar speelt dopamine ook een rol bij. Alleen bij de een heb je wat te veel en bij de ander heb je wat te weinig. Dus je krijgt eigenlijk precies het tegenovergestelde effect wat je niet wil. Maar goed, wel een heel goed verklaarbaar, want we snappen het doordat we de werking van haloperidol goed snappen. Bij ketiapine is dat een beetje hetzelfde. Dat is ook een antipsychoticum. Maar omdat we weten hoe dat werkt, ga ik daar iets uitgebreider op terug, snappen we ook dat het sufheid als bijwerking kan geven. Dus dat is direct herleidbaar tot de werking van het geneesmiddel. Nou, digoxine, bij hartfalen onder andere toegepast. Nou, daar kan een patiënt een te laag hartslag van krijgen. Bijvoorbeeld, we hadden hier bij NSAID's, de diclofenac en ibuprofen. Dat werkt in op de bloedplaatjesremming, dus de bloedplaatjesvorming. En dat kan als bijwerking kan bijvoorbeeld een nabloeding hebben, omdat we snappen hoe dat werkt. Het werkt in op het stollingsmechanisme. Dus dat het dan een bijwerking kan hebben op het gebied van de stolling, nou, dat kunnen we dan snappen. En bij de tricyclische antidepressiva, de laatste groep, een voorbeeld van is bijvoorbeeld amitriptyline. Nou, we weten dat werkt via het heeft een anticholinerge werking, zoals we dat noemen. Nou, we weten van middelen met een anticholinerge werking dat het behalve dat het gunstig is, dat je er ook een droge mond van kunt krijgen of dat je niet goed weer kunt plassen. Mensen die zeggen, ik heb zo last van droge mond, dan snappen we dat heel goed door hoe het middel werkt. Dus het zijn allemaal type A bijwerkingen. Dit is een heel moeilijk plaatje. Maar dit zijn de type B bijwerkingen en de groep is gewoon veel ingewikkelder in te delen. Ik zal niet helemaal tot in detail erin gaan.
Maar onder bijwerkingen vallen ook de allergieën. Nou, dat kom je in de praktijk natuurlijk ook tegen. Mensen zeggen van ja, ik ben allergisch daarvoor. Nou, en allergisch, dat is een heel lastig begrip. Want echt allergisch voor geneesmiddelen, dat zijn eigenlijk niet zo heel veel mensen. Alleen heel veel mensen zeggen het wel dat ze dat zijn. Maar als je echt met een echte allergie te maken hebt, dan zijn dat eigenlijk altijd bijwerkingen waarbij ook het immuunsysteem een rol speelt. En dat zijn eigenlijk die vier categorieën bijwerkingen die je aan de linkerkant van het plaatje ziet. En dan heb je het eigenlijk ook altijd over ernstige bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld iemand die in een shock raakt als hij één tabletje penicilline heeft gehad. Dan ben je al wel daar wat gevoelig voor, hè, in je lichaam. En die reactie die komt onmiddellijk los. Mensen worden benauwd, de bloeddruk daalt. In het ergste geval kun je in een soort shocktoestand terechtkomen. Het is heel erg ernstig, altijd reden om dat soort middelen nooit te geven. Maar als ik zie hoeveel mensen in het ziekenhuis aangeven, ja, ik ben allergisch voor penicillines. Ja, dan durf ik wel te zeggen dat dat in 99% van de gevallen gewoon niet waar is. Wat ze zeggen, dat dat niet correct is. Dat is wel heel lastig, want dat is wel de beleving die mensen echt hebben. Nou, een andere... Kijk, want dat zijn de type allergieën, hè, die eerste. Dan de type 1 allergieën. Nou, dat moet je ten alle tijde voorkomen. Maar mensen zeggen ook van, ja, ik ben allergisch voor amoxicilline. Hè, dat is ook een penicilline. En ik had zo ontzettende jeuk. Nou, dat is ook een rotallergie. Hè, en dus ook wel rotverschijnselen mag je ook echt een allergie noemen. En in principe ook een reden om niet meer toe te passen. Maar de kans dat zo'n ernstige huidreactie uiteindelijk in zo'n shocktoestand kan terechtkomen, nou, die is eigenlijk niet aanwezig. Dus je zou soms kunnen zeggen van, ik ga het toch proberen. Onder gecontroleerde omstandigheden in het ziekenhuis ga ik het toch proberen. Nou, dat doen we soms dan toch wel. En dan hebben we nog een categorie, dat noemen ze eigenlijk die pseudo-allergieën. Iemand die zegt van nou, ik krijg jeuk van de diclofenac. Zegt van nou, dat is eigenlijk niet een echte allergie, maar toch wel een bijwerking. Maar je mag het middel eigenlijk, het is niet zo dat je dat middel om die reden niet meer hoeft te hebben. Nou, ga ik deze even overslaan, want dat gaan we nu eventjes naar de antipsychotica. En dan komen we inderdaad wat meer op de bijwerkingen van de middelen die ook bij eetstoornissen worden toegepast. En dan heb ik me even beperkt tot de groep van de antipsychotica, want dat is eigenlijk de qua bijwerking de meest interessante groep, zeg maar, van geneesmiddelen. Even een stukje inleiding van de antipsychotica. Antipsychotica die werden, ik heb hier even een voorbeeldje van een verpakking meegenomen, de clozapine. Nou, dat is een middel, als het goed is, hebben jullie er wel eens van gehoord. Wordt bij kinderen en jeugd niet heel veel toegepast, maar is wel een heel belangrijk antipsychoticum wat we kunnen toepassen in de psychiatrie. Maar eigenlijk de primaire reden om antipsychotica toe te passen is om de symptomen die te maken hebben met psychose, om die te bestrijden. Nou, dat is heel kort samengevat. Maar tegenwoordig gebruiken we die middelen voor heel veel andere aandoeningen of voor andere indicaties. Er is algemeen een andere aandoening met psychotische symptomen. We hebben hier een paar van genoemd staan. Maar we merken dat we hem in de psychiatrie ook veel breder toepassen. Dus niet alleen bij psychose, maar ook bij gedragsproblemen, bij stressstoornissen, bij angst, hik, tikstoornissen, bij slaapstoornissen passen we die middelen ook toe. En dan zien we dat we dat soms ook toepassen, niet eigenlijk primair vanwege de hoofdwerking van het geneesmiddel, maar soms ook vooral vanwege de bijwerkingen die het geneesmiddel heeft. Nou, het voorbeeld dat ik eerder even genoemde van die ketiapine, de seroquel, nou, dat is een middel wat we in een hele lage dosering ook wel toepassen bij slaapstoornissen. Nou, even de werking van de antipsychotica. Ook voor het begrip van de bijwerking is dat toch goed om dat even wat te weten. Wat een hele belangrijk stofje is wat een rol speelt bij de werking van de antipsychotica, dat is dopamine. En dat linker plaatje zie je eigenlijk een soort, je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met een sleutel- en slotsysteem.
Maar dopamine is een van de belangrijkste stoffen die een rol speelt bij de werking van het middel. En wat antipsychotica eigenlijk doen, is dat op, dat noemen ze daar rechtsop, dat noemen ze receptoren, de dopamine receptoren, dat ze eigenlijk als het ware verhinderen dat het dopamine wat vrijkomt uit de cellen daar, dat het zich bindt aan de receptor. En als er geen binding is, dan verhinder je als het ware dat er een werking kan plaatsvinden. Nou, die dopamine receptoren die zitten een beetje in het midden van je hersengebied, in het mesocorticale en limbische systeem. Zit hier geloof ik een beetje, zoals met de kleine hersenen. Ja, net een beetje omheen. En dus daar zit eigenlijk dat hele centrum van de cognitie, de emotie en het gedrag daarin. En er speelt zoals gezegd dus die dopamine een hele belangrijke rol. Binnen de antipsychotica hebben ze een onderverdeling gemaakt tussen de klassieke en de atypische antipsychotica. En eigenlijk slaat die hele onderverdeling nergens meer op. Tegenwoordig gooien we eigenlijk alles gewoon op één hoop. Maar toch wordt dat onderscheid nog wel een beetje gemaakt. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat de klassieke antipsychotica, dat zijn een beetje de antipsychotica die als eerste op de markt komen. De haloperidol en de pinozide en de pipaperon zijn hele belangrijke voorbeelden. Al die geneesmiddelen hadden als bijwerking dat ze Parkinson-achtige verschijnselen gaven, die extra peribedale stoornissen. De middelen zijn wel heel effectief, maar dat vinden we zo groot bezwaar, die bijwerking, dat we, de onderzoekers zeiden van, we gaan toch op zoek naar andere geneesmiddelen. Nou, toen kwam een heel ander middel op de markt dan de oudere antipsychotica, dat is de clozapine. Nou, clozapine is eigenlijk heel uniek in zijn soort, omdat clozapine die zou dan wat minder effect geven op die extra piramidale bijwerking. Nou, dat valt dan wel een beetje meer. Nee. Maar dat bleek wel een heel effectief middel te zijn. Nou, het is heel effectief. Het geeft wel dus iets minder extra piramidale stoornis. En daardoor was het wel een heel aantrekkelijk en interessant middel. Maar de clozapine die had één heel belangrijk bezwaar. En dat was dat het namelijk agranulocytose als bijwerking gaf. Dat is een ernstige bloedbeeldstoornis waarbij je te weinig witte bloedcellen aanmaakt. En mensen worden daar echt ziek van. Men merkt dat mensen koortsig worden en echt zich ziek voelen. En het is eigenlijk in alle gevallen is dat reden voor een ziekenhuisopname. Dus dat betekent ook dat als mensen dat nu krijgen, dat zal dus nooit eerste keus zijn, ondanks dat het eigenlijk een heel effectief geneesmiddel is. Maar je zet het middel pas in als andere antipsychotica niet zo effectief blijken te zijn. En als je het gaat toepassen, dan moet je de patiënt heel goed begeleiden om te voorkomen dat die bijwerking kan gaan optreden. Dus heel regelmatig labcontroles en dat soort dingen. Gezien de tuin, je stelde net dat ik de vraag heb om misschien ook even onze doelgroep nog meer toe te spitsen. Want de doelgroep is eigenlijk niet anders dan de groep van patiënten zonder eetstoornissen. Hè? Dus dat, dat maakt eigenlijk geen enkel verschil. Dus dat onderscheid is wat mij betreft ook helemaal niet nodig. Dus de risico's die ontstaan zeg maar, op het gebied van bijwerkingen. Ja, die zijn eigenlijk voor iedere gebruiker even groot. Dus of je nou wel of niet een eetstoornis hebt, maakt dat eigenlijk geen verschil. Of je het kan hypotensie en zo. Dat is wel inderdaad wel. Het is inderdaad sowieso één verschil, maar je hebt bij kinderen en jongeren is sowieso alweer een andere doelgroep dan volwassenen in die zin. En dat heeft te maken inderdaad ook van, hoe is je lichaam opgebouwd hè, qua samenstelling, maar ook hoe reageert een lichaam op medicatie. We weten bijvoorbeeld echt bij hele jonge kinderen, die hebben ook daardoor nog meer reageren vaak weer heel anders op medicatie. Dus die hebben dan bijvoorbeeld een groter risico op een averechts effect dan bij ouderen. En inderdaad, als je kijkt naar het ondergewicht, dan heb je dus de ingewikkeldheid, maar dan heb je wel ook meer kans op ondergewicht gerelateerde. Ja. Complicaties ook inderdaad
leven- en nierfunctie kan op een gegeven moment natuurlijk wat, wat anders worden. Cardiaal kun je soms dingen krijgen, dus als je een hartritmestoornis, dan moet je extra opletten. Ook elektrolytstoornissen soms, dus met zout en natrium kalium enzovoorts wat gevolgen kan hebben. En dat, daar zie je meer, denk ik, dat je, toch bij deze groep ook van, je moet meer verdacht zijn op bijwerking van patiëntenmiddelen. En ook dat ze niet ongesteld staat in de hoek erbij toch, amenorreë, zie ik daar staan. Of niet? Was die derde? Maar dit zijn de bijwerkingen van antipsychotica. Juist ook dat hormonaal invloed kan hebben. Dus dat inderdaad ook op de menstruatie sowieso. Dat is nogal belangrijk als wij afgaan op een menstruatie die weer moet komen. Dat is relevant. Maar dan moet er ook wel een onderliggend probleem zijn wat in feite ook wel meetbaar is en wat ook wel gemeten wordt in de hele begeleiding van het geneesmiddel. Want als je even kijkt naar de geneesmiddelen, de werking van het middel, ga ik even toch dit plaatje erbij, omdat die heel erg leuk is. Want dit plaatje illustreert eigenlijk heel goed de complexiteit van de middelen waar we jullie mee te maken hebben. En heel terecht zeg je dat als, onze doelgroep is wel bijzonder. En Marije zegt, voegt dat ook terecht toe, de kansen op het optreden van bijwerkingen groter maakt bij de groep, is dat de ontregeling in het lichaam dusdanig groot is, dat de kans dat die bijwerkingen optreden in sommige gevallen ook groter is. Dus dat is zeker iets waar je serieus rekening mee moet houden. Maar het ontstaan van een bijwerking, dat is in feite niet anders dan in een populatie zonder eetstoornis. Dus daar zit geen enkel verschil in. Hier op het rechterplaatje zit een heel eenvoudig geneesmiddel. Dat is propranolol, een middel wat ook wel toegepast wordt bijvoorbeeld bij plankenkoorts, één tabletje, of als je examenstress hebt of zo. Maar dit is een zogenaamde beta-blokker. En die werkt heel simpel, maar die werkt op de beta-receptor. Die clozapine, dat lijkt haast wel een geneesmiddel met 10 geneesmiddelen in één, als het ware. Want die werkt op heel veel verschillende receptoren. Nou, dat maakt het een heel interessant geneesmiddel, want clozapine is een geneesmiddel waarvan de werking niet alleen te danken is aan de werking op de dopamine, maar waarbij ook de werking op een heleboel andere stofjes verantwoordelijk is voor de werking van het middel. Maar goed, doordat die werking, de werking is zo complex, dat maakt dus ook dat het bijwerkingprofiel heel divers is van dit middel. Nou, je kunt dat redelijk makkelijk verklaren, omdat eigenlijk voor alle antipsychotica geldt dat ze op een vijftal receptoren inwerken. En alle de verschillen in de antipsychotica zitten erin in de mate waarop ze eigenlijk, wat ze noemen, een bindingsaffiniteit hebben voor die receptoren. Dat is bij de een is dan wel sterker dan bij de ander. En dat bepaalt of bij de ene geneesmiddel de bijwerking nu eerder naar voren komt dan bij de ander. Nou, in ieder geval kun je zeggen dat er grofweg 6 verschillende soorten bijwerkingen aan te wijzen zijn van de antipsychotica. En dat zijn de zogenaamde anticholinerge bijwerkingen. En dat heeft dus rechtstreeks te maken met het feit dat de muscarine receptor, dat die een rol speelt. En een antipsychotica die een sterke affiniteit daarvoor heeft, daar zal je eerder bij terugzien dat je mensen een droge mond hebben, urine retentie of obstipatie. En dat zijn allemaal bijwerkingen die eigenlijk, dat noemen we allemaal anticholinerge bijwerkingen. Die kun je heel goed snappen als je weet hoe het middel werkt. Extrapyramidale stoornissen, dat is eigenlijk rechtstreeks toe te schrijven aan het feit dat er een effect is op die dopamine receptor. En wat we dan zien zijn de Parkinson-achtige verschijnselen, dystonie, akathisie, de tardieve dysfunctie, dus de bijwerking die er rechtstreeks op terug te voeren zijn. Die dopamine receptor die speelt ook een rol bij de prolactine aanmaak. En prolactine is ook een hormoon wat aangemaakt wordt, maar wat we zien is dat dat er een kans ontstaat dat
ja, zowel jongens als meisjes meer prolactine gaan aanmaken. En de gevolgen daarvan die zijn onder andere dat de borstvloei is, dat de menstruatie uitblijft, dat de tepelvloed ontstaat. Dus dat zijn soms hele zichtbare bijwerkingen en soms zijn dat wat minder zichtbare bijwerkingen die je dan ook echt in het lab moet gaan meten. En bij zowel jongens als meisjes die die middelen gebruiken, wordt het heel goed gemonitord. En als het goed is, wordt dan ook op gezette tijden wordt het lab bepaald om te bekijken of de prolactine nog normaal is in het bloed. Nou, als dat aan het stijgen is, dan kan dat dus een aanwijzing zijn voor het ontstaan van die verschijnselen. En als het goed is, wordt daar ook zeg maar in de begeleiding altijd naar gevraagd ook, hè, bij de gebruikers. Bij de schootkamer. Ja, precies. Ja. Nou, gewichtstoename, dat is eigenlijk de meest bekende bijwerking van de antibiotica, maar die kun je heel goed toeschrijven aan het effect op de zogenaamde serotonine en histamine receptor. Allemaal niet te onthouden, maar we kunnen het wel heel goed snappen waar dat vandaan komt. En een lage bloeddruk, hypotensie en sedatie, ook dat kunnen we snappen als we weten hoe het geneesmiddel ongeveer werkt. Dus dit zijn grofweg eigenlijk de bijwerkingen die je hebt. Dus het is meer dan alleen die gewichtstoename. Het zijn ook die andere bijwerkingen waar we dus alert op zijn. Want je zegt sommige, dat is zeker een hypotensie. Een groep die we hebben, als je jonger hebt die een laag gewicht heeft, ja, kan dat natuurlijk best wel ook elkaar versterken. Dus ja, ja, een aankomen in gewicht. Nee, dat is niet. Dus wij weten niet staan. Maar die bij ons eigenlijk wel niet. Misschien, want ik zie hier en daar al mensen spreken. Ik inderdaad wel te kijken, is er nog één dringende vraag om bij stil te staan? Of heb jij nog een laatste ding waar we het in de ook toch helaas moeten stoppen? Maar dat het best interessant is allemaal. Denk je dat aanmijnen met ondergewicht of wat slechter in leven, in ieder geval ook sneller, dat ook sneller deze bijwerkingen gaan optreden bijvoorbeeld? Dat hangt een beetje vanaf. Ook dat verschilt weer een beetje per geneesmiddel. Als de nierfunctie moet al heel sterk verminderd zijn, wil er echt een probleem ontstaan. Nou, ik denk dat dat haast niet reëel is, hè? Dat je dat heel erg terugziet. Maar dan moet je het al een klaring van minder dan 30 hebben. Precies, dat zie je vaak. Dat zie je denk ik haast niet terug. En heel veel geneesmiddelen worden via de nieren uitgescheiden. Maar voor deze middelen geldt eigenlijk vrijwel nooit dat we daar rekening mee moeten houden met de dosering. Middelen die via de lever geklaard worden, zoals we dat noemen, dus via de lever afgebroken en dus ook via de galwegen worden uitgescheiden, dat zijn uiteindelijk maar best weinig geneesmiddelen voor wie dat geldt. En ook dan moet de leverfunctie al zo ontzettend slecht zijn, wil dat echt een probleem zijn. Dus in antwoord op je vraag, dat is eigenlijk niet echt een groot issue bij jullie patiëntenpopulatie. Ik denk wel dat zo'n QT-verlenging, hè, bij zo'n middel als ketiapine of pinozide bijvoorbeeld, ja, dat wel een serieus risico zou kunnen zijn. Dat is eigenlijk in een normale, gezonde groep mensen, is dat al een risico waar we echt alert op zijn. Daar kan ik me bij voorstellen dat hier wat meer op de voorgrond staat. Maar dat geldt ook niet voor alle middelen. Eigenlijk alleen de middelen waarvan we weten dat het een probleem is. Dat is eigenlijk bij ketiapine en bij pimozide is dat het geval. Nou, er zijn ook wat middelen die de drempel tot het ontstaan van epileptische insult verlagen. Maar dat heeft op zich, dat heeft alleen een risico als iemand al epileptische aanleg heeft. Dan kan dat risico nog weer vergroot worden. Maar heb je die aanleg niet, dan zal dat ook in jullie groep niet een extra risico gaan vormen. Ik krijg ook wel eens een vraag, want soms zijn meiden die helemaal stoppen met eten. Ja. Gedurende een aantal dagen die dan wel medicijnen standaard gebruiken. En wel de vraag van de groep vaak gewoon moeten we nou, hè? Moeten de medicijnen dat dan nog door te maken? Hangt dat weer af van de receptor? Nee, dat denk ik niet. Jij wel? Nee. Nou ja, het is altijd een beetje, tenminste ik vind altijd... Op zich kan medicatie wel meekrijgen, wel natuurlijk als iemand echt in zo'n ondergewicht komt van moet die medicijn dan wel wat het moet doen, moet je ook op een gegeven moment weer gaan kijken van hoe zinnig is het? Wat we bijvoorbeeld zeggen met laxeermiddelen, als iemand niet meer eet, moet je dan nog wel blijven laxeren bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook behandelinhoudelijk wel weer vragen, even los van hoe zit het met bijwerkingen? Ja,
Ja. Ik vroeg inderdaad met de SSRI's en antipsychotica. Precies, nou ja, SSRI's zit sowieso met ondergewicht. Wordt dat eigenlijk afgeraden om te doen. Dus bij zo'n sterk ondergewicht zul je liever niet, zeker bij jongeren, niet met een SSRI gaan behandelen. Bij antipsychotica is dat wel een ding. Ik denk ja, met name die QT-tijd en eventuele hartritmestoornissen, daar ben je dan wel echt extra op verdacht. Ja. Ja. En de onlaspine is denk ik het middel wat je dus meestal toepast, hè? Onlaspine is de, ja, dat is eigenlijk het middel wat het meest bij anorexia toegepast wordt in die fase. Ja. Maar eigenlijk ook alleen maar omdat het daar het meest bij onderzocht is, denk ik. Ja, klopt. Want volgens mij is er niet heel veel aanleiding voor om niet iets anders te gaan proberen. Nee, er is wel wat vergelijkend geweest en dan lijkt onlaspine er toch net wat beter uit te komen, maar het is toch... Ja, vooral best practice en de meeste ervaringen mee. Ja, precies. Ja. 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 Nou, goed. Ja, ik denk dat we moeten afronden, dus ik denk dat mensen misschien wel afspraken Nou, goed. Ik hoop dat jullie een algemeen overzicht hebben gegeven. Dat was een beetje mijn bedoeling, omdat we het graag gedaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat hele specifieke vragen dan niet heel goed beantwoord zijn, maar... Het is misschien ook wel niet zo specifiek als je dat misschien in eerste instantie zou denken. En wat betreft de antipsychotica, hoop ik dat jullie het idee hebben gekregen van het is de meeste bijwerkingen zijn eigenlijk heel goed terug te brengen op de werking van het geneesmiddel. En dit is een heel ingewikkeld plaatje, maar eigenlijk zegt dit plaatje van hoe sterker eigenlijk het middel eigenlijk aangrijpt op een bepaalde receptor, hoe groter de kans is dat daar een bepaalde bijwerking van ontstaat. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel goed op te zoeken zijn, waardoor je eigenlijk zo'n geneesmiddel heel goed kunt leren begrijpen. Dankjewel. Goed. Ja, dankjewel.